Hey jij, welkom bij een nieuwe video. Het is de EK-show van Bahardo. Zo, yo, what up, gasten, en daar zijn we alweer met de nieuwe EK-show. En vandaag gaan we tegen Portugal. En natuurlijk hoor ik je denken, Bardo, we hebben 2 wedstrijden verloren. Erger kan dat niet worden, toch? Kan eigenlijk wel, want stel je bent een YouTuber. En stel je begint een EK-serie omdat je denkt dat Nederland de finale gaat halen. En ze verliezen alles. En dan heb je allemaal oranje spullen gekocht voor niks. Bert van Marwijk, je wordt bedankt. Maar even serieus, we hebben verloren van Duitsland met 2-0. En het meest irritante daaraan zijn nog wel de interviews na afloop. Sommige vragen schreeuwen om een logisch antwoord. Vandaag een goede wedstrijd gehad, Bardo, maar toch verloren. Hoe denk je dat dit kan? Is vrij simpel, denk ik. Dat de tegenstander vaker heeft gescoord, daardoor hebben wij verloren. Een ding wat je ook niet moet onderschatten bij interviews, zijn de mensen die hele onduidelijke vragen stellen. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. De tegenstander had iets meer druk kunnen geven, maar ja, we hebben het gewoon goed gedaan. Dan zeg ik toch wel Huntelaar. Ja, die deed wel iets beter. Ik ook voor jou. En iedereen in Nederland weet wel dat we nog een kans hebben om door te gaan. En als je het ook vraagt aan mensen, iedereen kan het uit zijn hoofd zeggen. Duitsland moet winnen van Denemarken en wij moeten met 2 doelpunten verschil winnen van Portugal. Wij gaan gewoon door en Portugal gaat naar huis. En als dat het geval is, kan het leiden tot, ja, creatieve inspiratie. De diarree soufflé kan u daar bekijken. Daarnaast ziet u het nieuwste meesterwerk. Wauw, mooi gecompenseerd. Dank je. Wauw, mooi kleurrijk ook. Hi. Op. Hoe heet dat schilderij? Het schilderij heeft geen titel. Hoe bedoel je? Nee. Als u goed kijkt, zie je dat het niet de titel heeft. Het enige wat ik heb kunnen vinden zijn dat Portugezen lieve, knappe, stoere strandjongens zijn. En daarom zijn het vanaf nu geen Portugezen meer, maar Sportugezen. Sportugezen. Okay. En dat terwijl in Nederland de conditie eigenlijk een beetje achteruit gaat. En ik kan daar alles van weten. Kom op. Yes. Mam, de afstandsbediening is kwijt. Kun jij even zappen voor mij? En een grote patat met. En dat was hem, ja. Ja, nee, bezorgen, want jullie zijn 5 minuten lopen vanaf hier. Bezorg een paar. Mam, waar ben je nou? Oh, bijna. Maar ik ben zeker weten niet de enige in Nederland met een slechte conditie. Nee, ik ken nog wel iemand die een nog slechtere conditie heeft. Of niet, Dylan? Kun je alsjeblieft even de deur open doen? En hiermee is eigenlijk alles wel gezegd voor de grote wedstrijden, maar voor de kleine wedstrijden nog niet. Want Danone heeft de Danone Nations Cup verzonnen voor de kleinere voetballers. En die hebben de finale in Polen in het Stadion Warschau op 9 september. En dat is best wel stoer, want ik weet nog vroeger wou ik altijd ook in de arena al zou spelen en deze kinderen krijgen de kans. Maar toen ik het concept hoorde, dacht ik wel eerst even aan het voetballen met toetjes. Nee, maar dit is wel echt voor het echt, want Zinedine Zidane is bijvoorbeeld ambassadeur van het project. Maar check even de website van de Danone Nations Cup, bovenste link in de beschrijving. Zeker de moeite waard, want dan weet jij ook wie er over een paar jaar in het Nederlands elftal spelen. Vorige week gaf ik een paar hele vette dingen weg, de winnaars staan nu daar en deze week mag ik Danone toetjes weggeven. En geloof mij, het zijn echt een paar dozen vol. Ik ga ook heel veel winnaars kiezen en ik doe er zelf nog een paar prijzen bovenop. Het enige wat je hoeft te doen is deze video een groen duimpje geven, geabonneerd zijn op mij doe je hierboven en deze video toevoegen aan je favorieten. En als je die 3 dingen hebt gedaan, dan word jij misschien ook vereeuwigd in een filmpje. En dan krijg jij heel veel toetjes thuis. En hiermee is eigenlijk het einde van de Bayou Show gekomen. Het enige wat ik jullie wil vragen is, gaat Nederland door naar de volgende ronde? Laat het me weten in de reacties hier beneden. Bedankt voor het groene duimpje, het abonneren en de rest van die meuk. En gasten, ik check jullie later.